Hey, what is up? Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe iGen Hardware Masterclass. Vandaag hebben we de Kingston HyperX Cloud 2 Pro Gaming Headset. Dus laten we direct beginnen. De Kingston HyperX Cloud 2 Pro Gaming Headset is een vervolg op de HyperX Cloud. Deze vervolgversie is dan ook redelijk identiek. Echter bezit deze een paar nieuwe features. Kingston levert de HyperX Cloud 2 Pro Gaming Headset in een vrij chique doos met een paar extraatjes. Verder bevat deze headset een nepleren band voor je hoofd die op zich best wel prettig zit. En dit is iets wat wij zelf vrij belangrijk vinden, want een gemiddelde gamer doet toch ruim een sessie van 2 à 3 uur achter elkaar. Dus het is wel prettig dat die daarna nog lekker op je hoofd zit. De headset sluit niet de directe gehele omgeving af. Dus als je in een wat rumoerige ruimte zit, raden we je dan ook aan om de bijgeleverde leren oorkussens te gaan gebruiken. Misschien wel een van de beste toevoegingen aan deze vernieuwde cloudversie is de externe USB geluidskaart. Je kan er je microfoon mee regelen, volume aanpassen en de virtuele 7.1 surround sound mee in- en uitschakelen. Er is direct verschil te horen tussen de 7.1 en de normale stereo modus. Iets waar je zeker veel profijt aan gaat hebben tijdens het gamen. Zelf voelt de headset stevig aan en heb je wel echt het gevoel dat hij een stootje kan hebben. Hoewel het gecommuniceerd wordt dat het een 7.1 headset is, wordt deze wel gezien als een stereo modus als je hem aansluit aan je PC. Je kan dus zelf niet echt wat tweaken aan het 7.1 proces, maar we merkten wel duidelijk verschil tijdens het activeren van deze functie tijdens het gamen. Het geluid klinkt dan iets holler en iets zuiverder. De microfoon klinkt helder en is duidelijk en is daarom ook eigenlijk niks op aan te merken. Even kort samengevat, de Kingston HyperX Cloud 2 headset is een prima 2-kanaals headset met een optie naar 7.1 via Virtual Surround Sound. Niet geheel geluidsdempend, maar de headset kan wel tegen een stootje. De headset is makkelijk te gebruiken op consoles en zit dan ook wel lekker als je een paar uurtjes achter elkaar moet gamen. Deze headset is dan ook te vinden in de winkels tussen de 80 en 90 euro. Tof dat je weer hebt gekeken naar een nieuwe iGen Hardware Masterclass. Vergeet deze video niet te liken en vergeet ook niet te abonneren op ons kanaal. En we zien jullie weer bij een nieuwe iGen Masterclass.